Beyblade, Beyblade, let it rip! De strijd gaat nu beginnen. Vecht door, blijf altijd spinnen. Geen tijd voor twijfel, er is geen weg meer terug. Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Spinnen steeds harder, toon ze de power. Ga voor de top, ja, we geven het nooit op. Vorige keer in Beyblade. Er is een gevecht aan de gang in de tempel op Mist Mountain en Kiyoya zit er middenin. Hij is vastbesloten om mee te vechten tegen Aguma en wraak te nemen voor zijn verlies van vorige keer. Aguma treitert hem en Kiyoya verliest de controle over zijn emoties en lanceert zijn special move Koningsleeuw Tandenbreker. Ook al weet hij dat deze move misschien alle bladers, inclusief zijn vrienden, in gevaar brengt. Kiyoya schreeuwt dat hij voor zichzelf vecht en dat het hem niet interesseert wie er gewond raakt. Nu komen Jinya en zijn vrienden in actie. Samen lukt het hen om de wervelwind te stoppen die Kiyoya veroorzaakt heeft en alle beesten stoppen met draaien. Kiyoya is woest dat zij zich ermee bemoeid hebben en zegt dat hij voortaan zonder hem verder gaat, inclusief een stom verbaasde Benkei. Later hebben Jinya en zijn vrienden weer contact met zijn vader bij de WWWA. Hij legt uit dat ze mee gaan doen aan een groot toernooi om te kijken of ze kunnen bewijzen dat Masamune de laatste legendarische blader is. Ze vragen Tsubasa hoe het met Kenta gaat, maar hij ontwijkt de vraag. Ondertussen heeft Johannes de groep naar zijn meester Pluto gebracht, die zegt dat zijn plan precies verloopt zoals hij had verwacht. Vechten op Beaster Island. Moet je kijken, daar is het al. Dus dat is Beaster Island. Ik heb gelezen dat de Moby-mensen hier zijn begonnen als grote zeevaarders. Het staat bekend om zijn grote Moby-standbeelden. Sommige van de beste bladers uit de wereld komen hier samen voor het Beyster Island kampioenschap. Dit toernooi is een test voor wat de blader zou moeten kunnen. Als hij dit gevecht wint, zal Masamune gaan ontdekken dat hij een legendarische blader is. Denkt u ook niet, meneer Jinga? Ja, het is namelijk zo dat Masamune's Blitzstriker een winterbee is van het sterrenbeeld eenhoorn Monoceros. Er bestaat een hele goede kans dat hij de laatste van de 4 seizoenen legendarische bladers is. Een sterrenbeeld winterbee? Yeah! Huh? Zijn we er eindelijk? Waar is het slagveld? Wat? Oh, is dat het? Ik wed dat er heel veel sterke bladers hierheen zijn gekomen. Ik kan niet wachten. Laten we al die andere bladers verslaan, dan staan we weer tegenover elkaar in de finale. Ik moet je namelijk nog terugpakken, omdat ik in de Destroyer Dome van jou heb verloren. Oké, maar ik ga uiteindelijk toch weer winnen, maat. Dacht het niet. Ik ga hier winnen, begrepen, vriend? Nee, ik win, maat. Dus de finale gaat weer tussen jullie twee, hè? Huh? Fijn dat jullie zo zeker van jezelf zijn. Wat zeg je? Vergeet alleen even niet dat wij ons ook voor dit toernooi hebben ingeschreven. Toby, Sio. We denken dat Masamune een legendarische blader is, maar we moeten hem flink laten werken, zodat we die kracht uit hem kunnen halen. We zullen echt alles gaan geven, dus zorg ervoor dat je hetzelfde doet. Ja! Geef maar alles wat je hebt, oké? Ik word al helemaal opgewonden als ik eraan denk om tegen al die geweldige bladers te mogen vechten. Het zal wel, maar onthoud wel dat ik jullie allemaal ga verslaan en hier ga winnen, oké? Zoals ik zei, ik word hier de winnaar! De nummer 1 blader van de wereld! Je hebt al een keer van mij verloren, weet je dat nog? En ik ben een legendarische blader, oké? Dat betekent dat ik de sterkste ben. Begrepen? Omdat je één keer wint, ben je nog niet de beste, oké? En trouwens, ik word ook heel snel een legendarische blader. Zeker weten. Dus ik zou er nog maar even goed van genieten, zolang het duurt, gast. Bel me maar als het zover is, slijmbal. Daar weet je alles van, hè, slijmbal? Wat? Als ik er alles van weet, dan ben jij de slijmbal, slijmbal. Ik weet dat jij een slijmbal bent, want je kunt nooit eens je mond dicht houden, slijmbal. Wat een legendarische bladers. Daar is echt niks legendarisch aan. We weten nog niet zeker of Masamune echt die legendarische blader is. Ik bedoel, mijn boel komt van het sterrenbeeld Taurus. Taurus is ook een wintersterrenbeeld. Er is nog steeds een kans dat ik een legendarische blader ben. En als ik een legendarische blader kan worden, misschien dat dan... Kiyoya, maatje, wacht op mij! Kom niet achter me aan. Kiyoya! Kiyoya! Nee! Misschien zal Kiyoya me dan eindelijk accepteren als zijn gelijke.
Oké, ik ga het doen. Ik word ook een legendarische bleder. En dan kom ik één stap dichter bij Kiyoya. Ik reken op je, Dark Bull. Huh? Een reus! Moet je zien hoe groot hij is? Huh? Dat zijn reuzen daar! Wow, het is waar! Reuzen! Geweldig! Dat zijn Mobi-standbeelden. Huh? Het zijn stenen standbeelden die heel lang geleden door de mens op dit eiland gemaakt zijn. Er zijn verschillende theorieën waarom ze daar staan. Misschien werden ze gebruikt om de kracht van de stam te laten zien. Of ze zijn de beschermengelen van het eiland. Wow. Er zijn in ieder geval wel veel mensen. Wow, ik krijg er zo'n zin in. Ha. Ik zal al deze bladers verslaan. Let maar op. Ja, er zijn inderdaad wel heel veel mensen voor het toernooi. Dus je weet wat dat betekent. Jazeker. Onze man is misschien hier. Je bedoelt de man die Quetzalcoatl in zijn bezit heeft? Die andere legendarische blader? Johannes! Ik dacht al dat ik iets rook en daar ben je. Hi. Oh. Als er een legendarische blader in de buurt is, is de grote Johannes er ook. Het spijt me dat ik het tegen jullie moet zeggen, jongens, maar die legendarische blader gaat straks wel met ons mee. Later! Wat? Wat een sukkels. Wat bedoelt hij met dat ze de legendarische blader meenemen? Dat zullen we echt niet zomaar laten gebeuren. Daar kun je op rekenen. Wat is dit? Iedereen heeft het over legendarische bladers. Legendarische bladers, bla bla. Legendarische bladers, we hebben er toch maar één nodig en die vent ben ik. Oh, kom op, dat geloof je toch zelf niet, of wel? We hebben nog anderen nodig! Ja, let maar eens op. Ik word er één. Een legendarische blader, dat is wat ik ben. Huh? Niemand houdt hier rekening met mij. Wat is er, Benkei? Er is niks! Gewoon wat hoofdpijn! Moet je kijken! Ryuga! Gaat hij hier ook aan meedoen? Die man lijkt me interessant. Huh? Maar wie hij ook is, hij is nog steeds geen partij voor mij. Dat weet ik zeker. Maar voor mij ook niet, hoor je me? Ryuga! Je zegt dat je mijn kracht wilt gebruiken? Roep me maar als je denkt dat je iets hebt wat je zou willen ruilen! We zijn nu hier omdat we ons gedreven voelden sinds we verslagen zijn door jou. Dit zal werken. Deze keer zal ik je verslaan. En deze keer zal ik ervoor zorgen dat je met ons mee zal gaan. Hè? Huh? Is dat... Hey, het zal toch niet? Die jongen daar. Meneer Jinga? Dames en heren! Huh? Boom! Welkom bij het Beaster Island Kampioenschap! Hallo, ik ben het, jullie favoriete presentator, Blader DJ, oké? Blader DJ? Wow, dat is echt lang geleden. Omdat er geen toernooien werden gehouden in Japan, hadden ze mij niet echt nodig. Maar hier op Beaster Island hebben ze geen eigen DJ. Ja, dus ik mag eindelijk weer eens iets presenteren. Dank je, Beaster Island. Oké, dan, laat ik eerst de speciale regels van dit toernooi uitleggen. Het allerbelangrijkste onderdeel van dit toernooi is dat we aan het begin van de wedstrijd niet weten wie er tegen wie gaat vechten. Wat? Hoe werkt dat dan? Alle bladers zullen starten bij deze steengroeven en moeten naar de top van de berg. Er zijn meerdere manieren om op de top te komen. Je mag helemaal zelf een route kiezen, maar er zijn langs elke route stadiums neergezet die fungeren als controlepost. Wanneer de bladers een van deze stadiums bereiken, zal het gevecht beginnen. Alleen degenen die dat gevecht winnen, mogen verder gaan naar het volgende stadium. En het finale gevecht wordt uitgevochten tussen de twee bladers die als eerste de top bereiken. Ik snap het. Het gaat niet alleen om de kracht, maar je hebt ook veel snelheid nodig om hier te kunnen winnen. Dit wordt een heel zwaar gevecht, denk ik. Voor mij stelt dat helemaal niks voor. Nou, het stelt voor mij anders ook helemaal niks voor. Zelfs met een blinddoek op win ik hier nog. Wat? Nee, niet weer, hè. Ze kunnen het maar niet laten, of wel? En de winnaar wint deze mooie prijs. Een levensecht Mobi-standbeeld die helemaal gemaakt is van goud. Wow, wat gaaf. Dat zal wel, maar wie heeft dat nodig? Ja. Ja. Huh? Wow. Ik ga hoe dan ook zorgen dat ik dat ding win. Die prijs is voor mij, zeker weten. Nee, dat ding is voor mij. Een fout. Sommigen willen het blijkbaar ja, hebben. En is iedereen er klaar voor? Het toernooi gaat zo beginnen.
Je zal starten in de tunnels in de steengroeven. Je mag elke ingang nemen die je wil. Zoek je eigen weg. Dat is het Beester Kampioenschap. Ga voor het goud. 3, 2, 1. We zijn begonnen. Ja! Ja! Kom mee, Sio. Oké. Oké, laten wij ook maar gaan, Yuki. Nu. Ja! Ik geef echt alles, jongens. Ha, daar is hij. Wacht even, Kenta. Hè? Huh? Kenta. Wacht, Kenta. Kenta, wacht alsjeblieft. Je bent toch Kenta, of niet soms? Balen, welke kant? Ben ik me kwijt? Meneer Chinga, was dat echt Kenta? Ja, ik weet het eigenlijk zeker. Maar waarom? Waarom was Kenta bij Ryuga? Op dit moment moeten we ons focussen op de wedstrijd. Als we blijven winnen, komen we hem vanzelf tegen. Je hebt gelijk. Oké, ik ga deze kant op. Laten we ons opsplitsen. Ja, we zien elkaar weer op de top. Goed. Kenta, waarom? Wow! Dit moet wel een van die stadions zijn. Dat klopt, gast. Huh? In dit soort wedstrijden kun je maar beter eerst de sterkste tegenstanders verslaan. En als wij jou verslaan, maken wij veel meer kans. Vanaf hier moet het lukken. Ga klaarstaan, Jinga. Interessant. Daar gaan we. Volgens mij gaat er een gevecht beginnen. Jinga! Daar gaan we. 3, 2, 1. Let's groepsaanval. Wat is dat toch altijd weer mooi. Je gaat eraan, Jinga. Dat dacht ik niet. Met hoeveel bladers jullie ook aanvallen? Cosmic Pegasus en ik zullen straks toch degene zijn die verder gaan. Wow! Wow! Ha, nu! Wow! Ongelooflijk! Jinga heeft de hele groep die me uitdaagde verslagen voordat ik de kans kreeg start te roepen. Ik heb dit al lang niet meer gedaan. Mag ik misschien ook nog wat zeggen? Goed gedaan, Jinga! Dat was een makkie, maar... hoe ga ik nu verder? Huh? Gaaf. Oh, zo dus. En daar ga ik. Zo, en tegen wie ga ik nu vechten? Dit is het kampioenschap van Beester Island. Eens kijken hoe het gaat met de race van onze bladers naar de finish. Ba-ba-ba-ba-boe! Ik zal er als eerste zijn! Oké, ik heb je. Waar is de volgende controlepost? Kom maar op allemaal! Ah! Terwijl iedereen naar boven rent, beginnen nu heftige gevechten over het hele eiland! Wow! Waar is die controlepost? Oh, dat zal hem zijn. Maar waar is mijn tegenstander? Zit niet zo te janken, jochie. Ik ben gewoon hier. Je bent hier met een groep van Jinga. Is dat niet zo, kleintje? En wat dan nog? Ik heb maar één doel. De terugkeer van Balin Fist. Loop je in de weg, dan ga je eraan. Ha! Het spijt me, maar het zal niet gebeuren dat ik verlies van iemand als jij. Ik zal dit toernooi gaan winnen en ik neem die prachtige trofee straks lekker in mijn eentje mee naar huis. En niemand houdt mij tegen. De trofee? Huh? Maar dat is niet alles. Ik ga er ook voor zorgen dat ik een legendarische blader word. Eerst zal ik jou verslaan en dan ga ik verder met mijn plan. Kom maar op, probeer het maar. Daar gaan we. 3, 2, 1. Let it rip! Oh jongens, er is ook net een gevecht op het strand begonnen. De twee bladers die vechten zijn Masamune en Bao. Bao? Masamune treft wel al heel snel een sterke tegenstander. Ha, ik weet zeker dat het publiek het erg leuk vindt om dit gevecht te zien. Hoe vaak krijgen ze nou de kans om naar een aankomende legendarische blader te kijken? Ho, ho, jongens! Er gaat zometeen een ander gevecht beginnen bij een andere controlepost. Dit gevecht wordt een strijd tussen King en Aguma. Hé, wat? Moet King tegen Aguma? Ha, je ziet er best sterk uit. Nou, jij ook. Maar ja, ik denk dat je al snel spijt gaat krijgen dat je mij vandaag bent tegengekomen, mijn jonge vriend. Oh, echt waar? Kijk maar eens goed naar dit stadion. Huh? Mijn size Kronos is de Saturnus B. Dit is de perfecte plek voor Kronos om te vechten. Het is net alsof ik al gewonnen heb. Je kunt maar beter weggaan. Dat dacht ik niet, maat. Doe je ogen eens open en kijk nog maar eens goed om je heen.
Dit stadion is net als de oppervlakte van de planeet Mars. Mars? Precies. Het is namelijk zo dat dit stadion perfect is voor de god van Mars, Ferrieres DD. Dus jij kan maar beter weggaan. De god van Mars, Ferrieres DD? Met andere woorden, het is net alsof ik al gewonnen heb. Dat megagrote Mobi-standbeeld is zo goed als van mij. Wacht, dat soort dingen interesseren me helemaal niet. Ik ben gewoon blij dat ik tegen zulke sterke bladers kan vechten. Dat is juist het mooiste. Ik zal al deze spannende gevechten winnen en uiteindelijk dus ook het hele toernooi. Zeker weten. Daarom ben ik ook de echte B-King. Lang leven de King. De god van Mars? De god van oorlog, hè? Oké, dan. Klinkt alsof jij een goede tegenstander bent. Jij kunt er maar beter voor zorgen dat jij een goede tegenstander bent. Daar gaan we. 3, 2, 1. Let it rip! Moet je kijken, het gevecht is begonnen. Mars en Saturnus. Deze twee beesten vechten keihard in een stadion dat precies op een planeet lijkt. Wie had gedacht dat King en Aguma tegen elkaar zouden moeten vechten? Ik durf bijna niet te kijken. Hij draait nu de andere kant op. Deze gast is goed. Ja! Ik denk dat ik er maar meteen een einde aan maak. Denk maar niet dat je er al bent, oké, jochie? Kronos! Ha! Dat doet me nou echt helemaal niks. In dat geval, wat vind jij hiervan? Sorry, maakt ook niks uit. Ga nu, Kronos! Wat was dat? Ferrieres slaat de aanval af en smijt Kronos de lucht in. Ferrieres is een B die vrij kan schakelen tussen een aanvals- en een verdedigingssoort. Hij is echt moeilijk te voorspellen. Hij veranderde zijn combiwiel naar verdedigingsmodus. Zag je dat? Dat is nou de echte kracht van Ferrieres. Verdedigingsmodus, hè? Eens kijken of je ook deze move aan kan. Huh? Ah! Onderscholen van Belend Vist geheime techniek. IJzeren Muurvist! Haha, vond je dat leuk, jochie? Het zou ontzettend saai worden als je je zou inhouden voor mij. Oké, dan is het nu mijn beurt. Wat wil je nu nog doen vanuit die positie? Je denkt zeker dat Ferrieres alleen maar een verdedigingssoort is? Grote fout, maat. Ferrieres! Ga nu! Waar komt die snelheid vandaan? Hoe kan zo'n verdedigingssoort als Ferrieres zoiets voor elkaar krijgen? Dat kan niet. Dat kan niet. Het prestatiepunt van Ferrieres kan wisselen tussen 3 verschillende standen. Verdediging, conditie en aanval. King is een slimme jongen. Terwijl Ferrieres in de lucht hing, veranderde hij zijn prestatiepunt van een verdedigende dikke bal naar een aanvallend ingesteld vlak. En dat allemaal in een paar seconden. Ah! Pak aan! Word je al bang voor de kracht van Ferrieres? Dat zou jij wel willen, hè? Wat is dit nou weer? Belend Vist, de ultieme techniek! Explosief Vist! Niet goed! Ongelooflijk! De ringen van Saturnus zijn te zien in het stadium! Kijk daar! Moet je die special move van Aguma zien? Oh, wauw! Dat is fantastisch! Jij probeert die brokstukken te ontwijken. Huh? In plaats daarvan zal ik ze nu gebruiken. Ik zei toch al dat je spijt zou krijgen van dit gevecht tegen mij? Nu is het te laat voor jou. Huh? Dat is een goede maat. Het is zo ontzettend leuk om zo'n gevecht als dit te kunnen hebben, dus bedankt. Vind je dat grappig? Yep. Want jij bent dan wel Saturnus, maar ik ben... Ik ben Mars! Het vuur brandt in mij en ik zal alles wegblazen! Wat? Wie is hij? Daar ga ik! Voor het einde! Ik zal niet verliezen! Special move! Grote ring van vernietiging! Special move! Ferrieres koning donderzwaard! Pak hem! We kunnen niks meer zien! Wie van hen heeft gewonnen? Kronos? Onmogelijk! King is de winnaar! Dat was echt leuk! Dit is precies hoe een gevecht zou moeten zijn! Maar het is ook wel een beetje raar.
Dit is de eerste keer dat we elkaar ontmoeten, maar om een of andere reden heb ik het gevoel dat we al vaker tegen elkaar hebben gevochten. Huh? Ha, joh, maakt niet uit. Laten we het volgende keer nog leuker maken dan nu, oké? Later! Als dit weer gebeurt, zul je er spijt van krijgen. Flitsende bliksem! Ah! Dat was gaaf! Met al die verschillende aanvallen was het van begin tot eind een mooi gevecht. Ik weet zeker dat op dit moment alle toeschouwers uit hun dak gaan vanwege mijn overwinning. Dat was een geweldig gevecht. Heel erg bedankt, King en Aguma. Wat hou ik van dit Beester Island kampioenschap. Dit wordt allemaal alleen nog maar spannender. Hou je ogen goed open, mensen! Ik denk dat er nog veel meer verrassingen zullen gaan komen!